Het Brielse Meer in 1963. In korte tijd groeide dit gebied uit tot een populaire plek voor watersportliefhebbers. Dat begon in 1950, toen de Brielse Maasdam werd aangelegd. En dat was een heel belangrijk moment voor Voorne-Putten, want op dat moment werd de Brielse Maas werd Brielse Meer. En dat zorgde ervoor dat het zoute water langzamerhand zoet werd. En dat was belangrijk voor de landbouw, want dat zout in het water dat zorgde voor de landbouwgewassen die verschrompelden in de zomer. Koeien die zout water dronken, die stierven in het land tijdens droog weer. En het was een enorme impuls voor de recreatie in het gebied. Er kwamen wel eens bootjes rond Brielen in de haven. Maar nadat die dam er kwam en het water echt zoet werd, toen explodeerde haast de recreatievaart in het gebied. De aanleg van de Brielse Maasdam en watersport op het Brielse Meer zijn allebei te zien in het nieuwe boek van Bob Benschop, Van Weilanden naar Woonwijken. Voor mensen die hier nog niet zo lang wonen zal het veel nieuwe informatie opleveren van hoe de ontwikkelingen tot stand zijn gekomen, waarom Voorne-Putten is zoals het nu is. Maar voor de oude bewoners is het zeker ook interessant, want het zal een hoop oude herinneringen weer naar boven brengen. Meer over de naoorlogse geschiedenis van Voorne-Putten vind je op Rijnmond.nl en in de RTV Rijnmond app.